Hallo jongens en meisjes. Wat leuk dat jullie er weer zijn. En ik ben natuurlijk niet alleen, want Rick is er. Wat moet ik doen? Zou er toch met Rick aan de hand zijn? Ik weet het echt niet. Wat moet ik nou? Zullen we het even aan Rick vragen wat er nou eigenlijk aan de hand is? Wat moet ik nou kiezen? Hoi Rick! Wat moet ik nou kiezen? Hoi Rick! Oh, hallo! Zijn jullie daar allemaal? Hey Rick, ik vind niet dat je heel erg vrolijk klinkt. Nee, dat ben ik ook niet. Wat is er dan aan de hand, Rick? Wil je het echt weten? Rick, ik hoor de kinderen allemaal ja zeggen, dus je mag het ons echt wel vertellen hoor. Oké, dan. Ik zal het zeggen. Ik moet kiezen. Oké, Rick. Jij moet kiezen. Ja, ik ga op woensdag altijd naar de zwemles, toch? Klopt, Rick. Op woensdag zit jij op zwemles voor diploma A. Ja, nu is dat woensdag. Maar ik heb woensdag ook een feestje van iemand uit mijn klas. Oh. Ja, het is allebei op woensdag. Allebei op dezelfde dag. Waar moet ik nou naartoe? Ik moet kiezen. Of naar de zwemles. Want ik moet natuurlijk mijn diploma halen. Of naar het feestje van iemand uit mijn klas. Ik snap het wel hoor, Rick. Je moet kiezen. En nou weet je niet wat je moet kiezen. Nee, ik vind het zo moeilijk. Hé, hey, Rick. Zal ik het de kinderen thuis eens even vragen of zij voor jou kunnen kiezen misschien? Goed. Hey, kinderen. Wat zou Rick het beste kunnen doen? Moet hij nou naar het feestje gaan? Of moet hij nou naar de zwemles gaan? Hij moet kiezen, maar hij kan niet kiezen. Wat hoor ik jullie zeggen? Feestje? Hoor je dat, Rick? Ze zeggen dat je naar het feestje moet gaan. Oh, dank jullie wel. Soms is kiezen zo moeilijk. Ja, dat klopt, Rick. Kiezen kan soms ook heel moeilijk zijn. En dan moet je kiezen wat je bijvoorbeeld aantrekt vandaag. Of je moet kiezen welke sport dat je leuk vindt. Of wat je vanavond graag zou willen eten. Maar luister eens, Rick. Vandaag, hè, gaan we ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel van iemand die moet kiezen. Die lijkt dus een beetje op mij. Ja, dat weet je wel, Rick. Het gaat over Rut. En jullie mogen heel goed luisteren. Daar in de verte, hè, daar lopen vier mensen op de weg. Een vader en een moeder en twee zonen. De ene zoon die heet Elimelech. De moeder heet Naomi. Ik zeg het helemaal verkeerd. De vader heet Elimelech. De moeder heet Naomi. En die twee zonen die heten Machlon en Giljon. Moeilijke namen, hè? Machlon en Giljon. Ze maken een hele lange reis. Ze hebben tassen bij zich met kleren en dekens en andere spullen. Waar zullen ze dan toch eens heen gaan? Ze zijn vast al heel lang op reis, want hun voeten, hè, die zitten gewoon helemaal onder het stof. We zijn er bijna, hoor jongens. Nog een klein stukje lopen. Dan zijn we in Moab. Maar waarom gaan we dan naar zo'n vreemd land? Zegt Machlon. We kunnen toch ook gewoon thuis blijven in Bethlehem? Daar is Giljon het helemaal mee eens. Waarom moeten we nou toch verhuizen? Dat heb ik toch uitgelegd, zegt Elimelech. In ons land is niet genoeg te eten. Daarom gaan we naar het land waar wel eten is, en dat is in Moab. En daar gaan we dan nu ook wonen.
Nou, en als ze dan al een tijdje in Moab wonen, dan wordt Elimelech, die wordt ziek. Hij wordt zelfs heel erg ziek. Zo ziek zelfs, dat hij helemaal niet beter wordt en dat hij sterft. Dan is Naomi helemaal alleen met die twee zonen, Machlon en Chiljon. Machlon en Chiljon, die vinden allebei een vrouw in dat vreemde land. En daar trouwen ze ook. De een die trouwt met Orpa en de ander die trouwt met Rut. Maar na een aantal jaren worden ook haar twee zonen heel erg ziek. Naomi is heel verdrietig, want Machlon en Chiljon zijn ook allebei gestorven. Lang geleden, hè, ging ze met haar man en twee zonen naar dit vreemde land. En nu is haar man en haar twee zonen zijn allebei gestorven. Ze is helemaal alleen? Nee, ze is niet helemaal alleen, want Orpa en Rut, dat zijn dan de vrouwen van Machlon en Chiljon, die zijn er nog. En die zullen vast bij haar blijven. En dan? Naomi, die hoort heel fantastisch nieuws, want in Bethlehem, de plaats waar ze vandaan kwam, daar is weer eten. Zal ze dan toch maar weer teruggaan naar het oude land? Het land waar ze lang gewoond heeft? Ja, dat gaat ze doen. Ze gaat gewoon weer terug. Ze gaat weer naar het land waar ze vroeger woonde. En wie gaan er met haar mee? Orpa en Rut, die gaan met haar mee. Naomi die pakt haar spullen in en Orpa en Rut die maken zich ook klaar voor de lange reis naar Bethlehem. Met z'n drieën, dus eerst gingen ze met twee zonen en nu gaan de drie vrouwen, Naomi, en Orpa en Rut, dus met z'n drieën, gaan ze dan op reis. Maar dan, als ze al een heel eind op weg zijn, dan stopt Naomi. Orpa, Rut, gaan jullie maar weer naar je eigen land. Jullie zijn zo goed voor mijn zonen geweest en voor mij. De Heere, mijn God, die zal echt bij jullie blijven. Als jullie weer naar je eigen land gaan, dan vinden jullie misschien weer een nieuwe man. En dan zullen jullie weer gelukkig worden na al het verdriet. Orpa en Rut, die zijn er helemaal stil van. Ze kijken elkaar eens aan. Wat moeten ze dan nu? Moeten ze dan Naomi in de steek laten en weer teruggaan naar hun eigen land? Ze zijn allebei helemaal gewoon verdrietig ervan. Ze willen gewoon met Naomi mee. Nee, Naomi, zeggen ze. We willen met u mee. Naar uw land en naar de mensen die daar wonen. Maar Orpa en Rut, hoe moet dat dan? Ik heb toch geen andere zonen meer met wie jullie kunnen trouwen? Nee, jullie moeten echt teruggaan. Als jullie teruggaan naar jullie land, dan kunnen jullie met een nieuwe man trouwen en dan word je weer gelukkig. Ja, Orpa en Rut die zijn zo verdrietig dat ze hard moeten huilen. Orpa die schuift naar Naomi toe, slaat haar armen onderheen, geeft haar een kus. En dan zegt ze haar gedag. Dag Naomi, ik zal teruggaan, zegt ze. Orpa die gaat dus wel weer terug. Maar wat doet Rut dan? Rut die blijft staan en die houdt Naomi heel stevig vast. Wat doe je nu? Zegt Naomi. Ga Orpa toch achterna, ga maar met haar mee. Naomi, ik blijf bij u. Ik wil bij u horen en bij uw land en bij uw volk en bij de mensen die in uw land horen. En ik wil ook bij uw God horen. Rut die weet het heel zeker. Ze kiest voor Naomi en voor de God waarin Naomi gelooft. En ook al kent Rut het land van Naomi en de mensen die daar wonen niet, toch kiest ze voor deze nieuwe dingen. Want ze vertrouwt op de God van Naomi. En als ze dan een hele lange reis eindelijk dan in Bethlehem zijn aangekomen, hè, dan kijken die mensen gewoon heel verbaasd. Dat zal toch niet? Zeggen ze tegen elkaar. Is ze dat echt? Is dat echt Naomi? Wie is dat meisje dan naast haar? En wat is Naomi toch veranderd? Ze ziet er zoveel ouder uit. Zo komen Naomi en Rut weer terug in Bethlehem. Hoe zou het verhaal verder gaan? Hoe zal het met Rut gaan? In het vreemde land, waar ze de mensen niet kent. Maar Rut die kent Naomi en ze vertrouwt op God. God die kan mensen helpen. Al hebben ze het moeilijk, hij zorgt ook voor Rut. Nu weten jullie, hè, Naomi is dus weer naar Bethlehem gegaan. Weten jullie nou nog wie dat er mee ging met Naomi? Twee vrouwen. Orpa
en Rut. Goed zo. Dan hebben jullie goed geluisterd. Maar Orpa en Rut, die moesten ook van Naomi kiezen, hè? Weet je nog wat Orpa koos? Bleef Orpa bij Naomi of ging ze weer terug naar haar oude land? Ja, jij hebt het goed, want ze ging weer terug naar het oude land. En ik denk dat je ook vast nog wel weet wat Rut ging doen, hè? Want Rut die ging met Naomi mee. Ja, goed. Super knap van jullie. Ook al was ze in het vreemde land, ze vertrouwde helemaal op Naomi. En op de Heere God. Lieve kinderen, ik wil even met jullie danken. Danken dat jullie ook naar dit mooie verhaal hebben geluisterd. Maar ook danken voor alles wat onze lieve Heere God voor ons doet. Jullie mogen de handen vouwen en de ogen sluiten. Lieve Heere God, dank u wel dat u ook voor Rut weer wilde zorgen. Ze moest een moeilijke keus maken. Heere, u weet ook dat wij het soms ook heel moeilijk vinden om te kiezen. En leer ons dat we dan mogen bidden en het aan u mogen vragen. Heere, wilt u ons helpen? Want kiezen vind ik soms zo moeilijk. En Heer, ik wil u ook danken dat wij in een land wonen waar genoeg te eten en te drinken is. Heere, geef ons nog een fijne dag met elkaar. Dit vraag ik u om Jezus wil. Amen. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie weer geluisterd hebben. En ik wens jullie nog een hele fijne zondag. Dag, tot de volgende keer!